Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Witte aubergines zijn redelijk moeilijk te vinden bij ons. En daarom ben ik vandaag in Lier bij Stijn, een van de hipste boeren van ons land. Het lekkere gaat er altijd in, hè. Dat is zeker dat. En waarom ben ik hier? Hij heeft witte aubergines staan. En lekkere venkelbloemen. Hier zijn ze. Ik had ze al gezien van ver, jong. Ja, de witte schatkist. Je kunt er niet naast kijken, hè. Kunnen we misschien even het verschil laten zien aan de kijker? Ja, absoluut. Hoe dat zo'n paarse... Voilà, kijk, hier. Voilà, kijk. Kijk. Dezelfde familie, maar toch volledig anders. En waarom zijn ze zo moeilijk te verkrijgen? Oh, wel, dat is een goede vraag. Langs de ene kant is de mens misschien een gewoontedier. Ze zijn meer geneigd om te pakken wat ze kennen en iets wat ze niet kennen, te laten eventueel liggen. En ook dat ze wat delicater zijn in het transport. Ja. Als je ze oogst en ze krijgen een kleine botsingsken of zo, dan gaan ze veel rapper bruine plekjes vertonen. En dan ziet dat er direct veel, veel minder mooi uit. En wat is nu eigenlijk het grote verschil tussen een witte aubergine en een paarse? Oh, wel, het grote verschil zit er vooral in de smaak. Eigenlijk is de witte aubergine veel delicater van smaak en lekkerder. Het heeft meer een ronde, roomachtige smaak. Mm-hmm. Dat is eigenlijk echt mijn lievelingsgroente. Je kunt daar ook alle texturen mee gaan. Zacht, als je dat opbakt, wordt dat kei krokant. Alleen rauw, hè. Aubergines rauw, dat kun je echt niet eten. Nee, want dat is eigenlijk ook giftig, eigenlijk, omdat dat veel solanine bevat. En dat gaat u wat problemen aan uw darmen veroorzaken. Meestal vind ik alle dingen rauw lekker, maar... Aubergine? Nee, dat zeg ik... Nee, dank u. Dat is de Rolls Royce van de aubergines. Goed, dan kun jij ermee aan de slag. Ik ga ermee aan de slag, ja. Japanse gerechten ga ik ermee maken. Ah, wel, voilà. Kom ik wel eens op bezoek zijn als kwaad? Je moet altijd afkomen, geen probleem. Dat is zeker. Kijk, goed. Hiermee ga ik aan de slag in de keuken.